allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Misschien zien jullie het al. Ik ben nu een keertje uit. Ja, ik mocht met mijn oma en oma mee. Dus ik dacht, ja, misschien is het dan leuk om ook een keertje uit te vloggen. Nou, zo ziet het eruit. Ik ga vandaag niet voor de wedstrijd iemand interviewen, maar na de wedstrijd, net zoals vorige week. Dus ja, ik neem jullie vandaag weer mee. Let's go. Okay, dus, ik loop nu even naar laat ik zien dat ze aan het bespreken zijn. Dus ja, let's go. Daar zijn ze aan het bespreken. Oh. Nu is het tweede aan het spelen. Je hoort misschien ook wel, maar ja, dat is goed. Mijn moeder speelt daar achter mij. Ze spelen tegen Valto. Valto had vorige week niet gewonnen, dus het wordt spannend. We hebben de kans om te winnen vandaag. Dus ja, we gaan het zien. Hallo. Hoe vond je het gaan? Ik denk aan het begin van de wedstrijd begonnen we niet iets verder. Op een gegeven moment gingen we steeds verder, beter verdedigen in de 1-1. En we hadden gewoon tegen elkaar gezegd, jongens, deze kunnen we makkelijk hebben. Een stukje concentratie in de verdediging er bovenop gedaan. En toen ging het gelukkig steeds beter. Ja, okay. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het heel goed. En jullie hebben ook nog gewonnen. Ja? Wie vond je goed spelen? Jou. En ik, hoe vond je invalbeurt gaan? Ik denk goed aanvallend. Schoot dit paar schoten gelijk erin. Verdedigend maakte ik nog een paar kleine foutjes. Ik was nog niet helemaal warm. Maar daarna ging het gelukkig veel beter. En hoeveel heb je er gescoord? 5, dacht ik. Volgens mij 5. Ik heb er... Volgens mij alle 5 gezien. Oké, mooi. Wat vond je van de goals? Heel cool. Mooi. Nou, dit was de interview. Nou, doei. Doei.